Toen ik geblesseerd raakte, was 2 december. Weet ik, speelde Willem 2 uit. Toen stond ik aan de zijkant en ik wilde de bal langs de tegenstander tikken. En hij komt aan de zijkant van mijn knie met zijn been in. Hij wilde een tackle zetten of een blok of iets. En toen viel ik op de grond. En in principe dacht ik van het voelt niet echt lekker, maar we gaan gewoon door. En het kon gelukkig ook. Toen hebben we gewoon wat MRI-scans gedaan. En bleek uiteindelijk dat ik toch wel gewoon door kon. Alleen dat ik even een paar weken rust moest geven aan die knie. Zodat wat erin was gekomen, dat vocht, dat weer eruit kon gaan. En dat is nu gelukkig het geval. Ja, doordat er zwelling ontstaan was, betekent dat er iets niet helemaal goed zit in de knie. Dus moeten de hersenen weer werken, wennen aan de nieuwe situatie in de knie. Waardoor je dat dus gewoon heel erg goed moet gaan trainen door die stabiliteit en ook heel veel kracht te doen. Gewoon. Dus de spieren om de knie heen heel sterk te maken. En dan kan je ervoor zorgen dat je gewoon weer kan gaan voetballen. Ja, ik heb gisteren de groepstraining ervat en dat was hartstikke prettig. Het is altijd fijn om gewoon weer bij de groep te zijn. En zeker, ik ben er wel eens langer uit geweest en nu was het een maand. Maar dat gevoel om gewoon weer op het veld te staan is echt eigenlijk onbeschrijfelijk. En gisteren waren de omstandigheden misschien niet helemaal goed, maar dat maakt voor mij dan allemaal niks uit. Ik vind het gewoon heerlijk om weer op het veld te staan. En ook al deden we iets meer zonder bal dan met de bal, is het toch... is het toch lekker. En dan, net zoals gisteren en vandaag, zijn we gewoon weer lekker, hebben we gewoon weer lekker kunnen werken. Ik zal misschien net wat vaker nog in de gym moeten zitten dan anderen om wel gewoon wat ik net zei, wat ik heb getraind de afgelopen maand. Dat moet je gewoon blijven trainen. In principe is het vaak gewoon tweede keer kracht, tweede training kracht of stabiliteit. En de eerste keer is het gewoon buiten op het veld knallen. PSV volgende week, en dat is een mooi affiche. Het zijn de wedstrijden waar je het voor doet en denk ook waar iedereen graag vanuit het stadion komt om voor zulke wedstrijden om te zien. En we hebben nog pas 2 trainingen erop zitten hier zo, maar als ik het zo zie dan zijn we op de goede weg en gaan we gewoon ervoor tegen PSV.